Ja, dames en heren, het is weer zover. We gaan weer even lekker een nachtje vissen. 200 meter van elkaar, allebei in ander water. Dus we gaan een challenge doen tegen elkaar. Ja, en de meeste vangt? Ik ga gewoon winnen. Nee, goed komen. Zeker wel. Ik heb vertrouwen in allebei gevoerd. En het moet helemaal goed komen. Dus we hebben hier de buurjongen. Die altijd komt kijken als we de karretjes oppakken. Kijk eens. En gaan gewoon een bak vangen. Let's go. Lekker. Nou jongens, naast die zwarte die chat altijd aan heeft, hebben we ook groene DWV-team geluksspullers. Je weet het, als je hem aan hebt, dan ga je natuurlijk gewoon een bak vangen. Net als vannacht. Dat gaan we vannacht inderdaad even laten zien. Kan niet anders. Het karretje is stabieler dan ooit. Maar ja, dan hebben we altijd die fiets nog die nog eens niet meewerkt. Lekker kettenkie eraf. Jouw. Succes. Succes. Hoi. Ik zie je nog wel. Hata. Zo jongens, aangekomen op het stekkie. Een lekker krap stekkie. Met lelies. En ik ga allebei mijn hengeltjes even uitlopen. Ja, dat moet helemaal goed komen. Lekker rustig. Even alleen een nachtje. Kijk, het karretje strijd is. Heb het gewoon helemaal gered. We gaan spullen uitpakken. Het is 8 uur. We gaan een bak vangen. Zo jongens, tankje staat. Lekker krap stekkie. Zoals je kan zien. Ik ga even de hengeltjes klaarmaken. Met het waterpakje uitlopen. Eentje leg ik hier voor de lelies. En die ander leg ik hier rechts. Heb je ook nog lelies. Dat kan je nu niet zien. Met het waterpakje loop ik om de boom mee. En als ik beet heb, gelijk het waterpak in. Ja, lekker mooi rustig stekje hier. Knap. Kijk eens, dames en heren, dit zijn de richtjes. Allebei in een single bowl. De Hot Tuna van Nest, de nieuwe Instant Action Bowl. Die heb ik hier in een emmertje met een soakie eroverheen. Tweede keer dat ik ermee vis. Eerste keer 2 visjes opgevangen. Dus we gaan het gewoon proberen. Gisteren gevoerd, moet goed komen. Zo jongens, ik ben... Oh zo, wat een blubber. De hengels aan het uitlopen. Ik zak toch weg. Maar het is blubberig, jongen, niet normaal. Het is echt niet normaal. Zo dan. Ik denk dat het een enkeltje gooien wordt. Nou, het richtje is er toch wel weer klaar voor. Ik heb hem wel op de juiste afstand geklipt. En nu ga ik hem proberen wel goed in te gooien. Zo, perfect. Ja, ik met mijn hengel sloeg er tegenaan. Die ligt mooi, jongen. Oei. Alleen even oppassen voor deze boom. En ik moet proberen droog terug te komen. Dat is misschien wel de moeilijke opdracht. Kut, sorry. Juist. Jongens, hengeltje 1 wat en gestuntel. Hengeltje 2 gaan we even op het stekje onderhands ingooien. Lichtloodje, bodem is zacht voor het lelieveld. Beautiful. Even voor. Kijk eens jongens, Wietse aan de telefoon. Hij zei net dat hij gaat blinken. Nee, geintje. Ik heb geen goed gevoel, jongens. Zit iemand naast me. En toen kwamen twee controleurs langs. En als ik zelf zei, even een praatje gemaakt. Maar ik heb pas met één hengeltje in. Ik ben eigenlijk aan het kutten. Mijn hengels, het is nu tijd voor die andere eigenlijk. Mijn hengels liggen ook in. En met gooien en veel te veel blubber. Maar en te veel gevoer, denk ik. Maar we gaan het gewoon zien. Wiet, succes! Ja, joh. Succes, jij ook. En we houden elkaar op het hoofd, hè. Yes. Geluid aan en bij je s'nachts als je beter. Ja. Zo jongens, aangekomen op de stek. Beetje met vertraging, want er zijn natuurlijk een paar dingen weer gebeurd. Helaas, heb ik 2 dagen gevoerd. Best stevig, denk 500 gram per dag. En mooi dus in die tweede zijschip daarachter, achter dat eiland. Dus ik wilde heen, zie ik opeens een strakke lijn richting die eiland lopen. Ik denk, godverdomme, meen je niet. Dus ik stekje verder kijken, zit er precies een pol. Natuurlijk helemaal geen verstand of zo van vissen, strakke lijnen, alles.
Dus daar speel ik al een beetje van. Gelukkig wilde hij hem wel weghalen van mij. Dus dat vond ik wel aardig. Dus kan ik alsnog hier zitten. En toen kwamen er twee controleurs bij me aan. Dus ja, ook goed. Goed dat het gebeurt. Iedereen had natuurlijk eigen spullen en zijn vispas en zo op orde heb. Dus dat is natuurlijk goed dat het gebeurt. En ja, dus nu ben ik mijn kartje een beetje aan het uitpakken. Ik ga eens kijken of het nog gaat worden. Ik heb er eigenlijk niet zoveel vertrouwen meer in. Maar ja, misschien dat het dan toch gewoon gaat lukken. Want het blijven immers vissen. Je weet het nooit. Nou jongens, ik heb nieuws. Het is een uniek moment. Want ik ga mijn voetraals even openen. Ik heb nieuwe hengeltjes. Nou, dat is niet normaal, joh. Na 7 jaar met de Rijnsportsengels gevist hebben. Kijk hier eens. 2 nieuwe scopies. Ja, dat is toch porno. 1 dwarfje in het midden. En ja, dat is toch helemaal top, man. Het is natuurlijk, ziet er een beetje romp uit in zo'n groot voetraal. Ik moet nog even een voetraaltje varen. Maar ja, ik ben er echt blij mee. Super dunne hengeltjes. Compact, daar hou ik van. En ja, we gaan sowieso een veel dikke bak opvangen dit jaar. Ik heb even een nieuw rigmapje gescoord. Ideaal. Kijk, we hebben gewoon 1 rij voor lange onderlijn. Eentje voor, ja, gebruik dit ook meestal hier. En ik heb hier dan mijn chots en mijn ronnies. Picabego. Zo jongens, ik gooi hier helemaal 1 met een lekker zwaarootje. Kort richtje, soepel. En veng is erop natuurlijk, maatje 5. Gooi ik een strawberry crush bootje op. Ik heb daar 2 dagen mee gevoerd in het zijzootje. En die andere ga ik met de chot vissen. En dat is deze. En dan ga ik een oranje pop-up hier visueel opvissen. Met een beetje hennep erbij. Om toch een beetje vis te lokken. Met die olie wat erin zit. Ik denk dat er wel goed moet komen. Nou jongens, dit gaan we doen. Een kort chotje. Op een centimeter of 70 vanaf mijn wortetje. En 10 centimeter onder mijn roodje. Om natuurlijk te zorgen dat hij dat rood in zijn bek komt. En dat hij bij kopschudden losschiet. Op deze manier voorkom je dat. We gaan ervoor. Je kan dus ook gewoon een chot eruit varen. Ik weet niet of je dat al wist. Wat doe je dan nou? Ik heb hier mijn roodje. En je ziet hier mijn chotje. Je pakt dus je roodje. Doe je aan het onderkant van het bakje erin. En verder doe je het gewoon als normaal. Zo. En wat nou het belangrijkste is, dat je tijdens het varen je lijn strak houdt. Want anders dan kan je chotje misschien in de moot komen of dan blijft hij ergens onder water steken. Maar verder is het gewoon prima te doen. U vraagt je misschien af, ga ik hem gewoon zo single vis die chot? Maar nee, ik ga een beetje bijvoeren met een pot van tijgernetkoop.nl. Dit zijn kantgaren ready-made tijgers. Die kan je natuurlijk gewoon altijd bij je houdbaar houden. Dus die gaan niet schrijmen of schimmen of zo. En een beetje hennep boekweit mix. Dat ga ik dan een beetje door elkaar heen crushen en ja, gewoon eigenlijk die vis een beetje triggeren om een beetje op zoek te gaan naar eten. En als ze dan zo'n oranje pop-upje als deze zien, dan kan het natuurlijk niet anders dat ze hem gewoon pakken. Al is het uit nieuwsgierigheid, dan hangt hij al. Dus daar gaan we natuurlijk voor. Ik denk dat het goed komt. Zo, stij is erbij. Het zijn XXL's, dus die ga ik een beetje snijden. Krusje die heeft shit ermee, dus je zou wel denken van wat is die gek aan het doen. Ik kom lekker die geurstoffen snijden uit, op deze manier. Ja, het is echt bizar hoor. We hebben nog niet zo lang, eigenlijk sinds de coronatijd pas, maar ja, al zoveel mee gevist. Nanotechie, Nanotech Pro om eerlijk te zijn. Maar ja, het heeft al zoveel vis extra opgegeven, dat is echt niet normaal. Zoals bij Chit, Daan als mij, dat is zelfs wel leuk. En ja, top ding.
Zo, het tentje staat inmiddels. Ik ga nu mijn tweede engeltje neerleggen. Dat is helemaal daarachter. Bij dat eilandje in de bosjes. Dus dat is filmen is een beetje lastig. Dus dat doe ik even een keertje niet. Ik zal mijn cameraatje rekken bij de tent. Yes, yes. Beide engeltjes sturen in. Het is best wel donker aan het worden. Het is een beetje aan het schemeren. En ik kreeg een mooi bij. Engeltje hier zo. Netje. En natuurlijk het tentje. Staat weer als van oud. Ik ga even mijn laptop erbij pakken. Ik moet nog even een artikeltje waar ik mee bezig ben voor het vroege voorjaar. Moet ik even afmaken. En nog een restje van school volgen. Natuurlijk ideaal dat ik gewoon overdag kan werken of vissen. En dat ik gewoon s'avonds mijn schoolrestjes kan kijken. Dus dat online digitaal lesgeven door corona, dat bevalt me wel. Ik krijg opeens een opsteker. En hij stopt weer. Ik denk of een braas of een rijzwem. Ja. Wat zal het zijn? In ieder geval geen karper. Ja, sowieso een braas. Kut, sorry. Niks. Yo. Zo, het is kort voor één en we zijn Wietse aan het bedden, want we hebben een vis in het net. Hey, ja. Lady. Ja, denk wel 25 pond of zo. Echt? Nee, dat weet ik niet, maar wel 20 pond denk ik plus. Echt, zie. Ja. Dat is dik. Maar het probleem is dat het kwart voor één is en dat echt te vroeg is om te zakken. Dus we gaan hem even op de foto zetten. Ja, dat is drama. Dat is helemaal buiten. Zo, dames en heren. Zoals jullie net aan de telefoon bij Wietse hoorden. Een super mooie bak. Ik denk dat die 12 kilo is ongeveer. Ik heb geen weegschaal mee, die heb Wietse. En het is te vroeg om hem te zakken. Maar echt een super mooie vis. Hij is wel erg druk, super breed. Lang, mooie schub. Ja, jammer dat ik geen weegschaal heb, maar dat is dan maar even zo. Gaf me ook nog echt een goed gevecht. En zo snel, maar na denk ik 1,5 kilo voer, dat is een heel goed teken. Dus ik ga het hengeltje zo weer perfect neerleggen. En deze mooie, prachtige, dikke vis, die mag weer zwemmen. Super blij mee. Zo mensen, je ziet me in de nacht. Dat is vaak een goed teken. Want kijk eens even aan. Ik heb hier gewoon even lekker een netje liggen. Zieke vis, schub. Die kwam van de voerstek. Uit het zijschrootje. Best wel snel volgens mij. Ik heb eigenlijk geen idee hoe laat het is. Maar volgens mij nog niet heel laat. En hij ging echt als de brandweer vandoor. Stevig gedrild tussen de takken. Het ging wel goed. Alleen toen ik eigenlijk het net uit het water moest krijgen. Dat is een beetje gekut. Met die rijn en zo die bij achter de takken bleef hangen. Maar goed, hij is er. Ik ga even mijn hengel opnieuw bij aas en zo ingooien. En dan ga ik hem even aan jullie laten zien. Dus daar is hij dan. Het is een beetje mistig, dus misschien dat het beeld niet al te scherp is. Maar kijk dan, mooie vis. Puntgraaf uit het zijschrootje. En hij is onwijs lang. En slank. Ik denk net afgepaaid. Of misschien dat hij ineens paait. Ziet uit als een jonge vis. Heeft nog een puntgraaf bekkie. Dat is best wel bijzonder voor dit water. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Hij kwam uit het zijzeeltje. 2 dagen gevoerd. 500 gram per dag. Strawberry crush. Dus en eigenlijk na een uurtje of 4 hakkeman. Dat is best wel snel. Ik zal even de andere kant laten zien. Echt een lange vis. Het is best wel even strijden om tussen de takken te dringen. En te scheppen. Maar het is allemaal gelukt. En de vis kwam puntgraaf net binnen. Dus ik heb geprobeerd een fotootje te maken. Zelf ontspannen is niet te doen met die mist. Ze zijn allemaal wazig geworden, maar ja, zo erg is het ook weer niet. Die vis mag gewoon lekker zwemmen weer. Het is nu 1:15 en anders zit hij veel te lang in de zak natuurlijk. Dat moeten we niet doen. Dus hij is mooi. En mogen we gaan. Zo jongens, hij mag weer gaan. Mooie vis. Wij mee. En als ik dit zou zeggen, super, echt een super mooie vis. Echt super. En het is nog vroeg, dus ik denk dat ik er misschien nog wel een bij kom. Lekker hoor. Zo jongens, ik ben ruim 3 kwartier verder. Echt een gekoot van weet ik veel waar.
allemaal een stuk rijn die beschadigd waren en door de knoop. Maar ja, hij ligt tenminste weg. Ik ben zo moe als ik weet niet wat. Ik ga snel mijn nest mee. Maar ja, het is echt chill om nu al een vis gevangen te hebben, joh. Want normaal op dit water altijd was in de ochtend of ja, nooit zo vroeg in ieder geval. Het is rond 6 uur pas begint. Nu was het dus al 1:15. Een hele goede morgen, jongens. Helaas voor de rest stil geweest. Niks meer gevangen. Maar het is nu 7 uur. We gaan rustig de spulletjes maar eens opruimen, denk ik. Zullen we weer aan school? Zo jongens, het is 7:55 en over een uurtje zit ik alweer aan school. Maar het karretje is helemaal ingepakt. En we gaan naar huis. Lietje zal de auto wel filmen, want die blijft wat langer zitten. Ja, een mooi watertje, een mooie vis kunnen vangen. En tot de volgende keer. Goedemorgen jongens. Zoals je ziet, het is prachtig weer. Het is nu een uurtje of 8. We zitten dus alweer onderweg naar huis. We moesten vanaf 9 uur aan school zitten. Ik heb wat meer geluk dat ik om 11 aan school moet. Dus ik ga een uurtje of 10 weg. Dus nu even rustig wakker worden. Een bakje drinken, een ontbijtje maken. Dan ga ik wel eens opruimen. Maar ja, nou, die ene vis is stilgebleven. Ik had eigenlijk nog wel wat verwacht. Maar ja, desondanks in het weekend voorafgaand deze sessie stonden hier 7 tenten. Ja, dat is bizar voor zo'n klein water. Dus wat dat betreft is het toch wel weer goed. Mooie puntgouden vis gehad, die ik nog niet kende. En er zit, ja, eigenlijk is het alle vis die hier zit, dat is wel bekend. Dus dat is wel leuk. Puntgouden bekje nog. En Chit heeft ook wat gevangen, dus we hebben sowieso een video. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ja, wat moet ik er nog meer van zeggen? Het is mijn 31ste nachtje van het jaar nu. Dat is echt wel veel. Maar ja, zoals nu, op deze manier zoals vandaag doe, dat doe ik heel veel. Dus gewoon vroeg opruimen en de rest van de dag aan school. Dus dat is ook goed te combineren. Maar het is ook weer gisteren. Vis vanavond wel niks gevangen, ze dus zie je maar, toch die TW-vis die met de gerukspolen die het er maar weer doet. Ik ga gewoon met de vis in huis heen brengen. Ja, jongens, echt iets wat ik erg rot vind is dat als het mistig is geweest, dat er dan van die condensdruppels aan de binnenkant van je tent zitten. Die gaan altijd mooi aan je plafond hangen, zo maar te zeggen van je tent. En dan ga je met je kussentje, hou ze zo op je hoofd. En dan word je lekker er wakker van. Top hoor. Jongens, ik moet naar school.
Dus het zit erop, ik ga opruimen. Mooie sessie geweest. Kort, maar effectief. Yes jongens, je ziet het. Ik ben zo goed als opgerend. En dat betekent dan weer het einde van de video. Vond je nou leuk zo'n duo sessie? Laat even weten in de comments. Doe even een brouwduimpje omhoog. En ja, als je het nou leuk vindt dat we die video's maken, laat het gewoon lekker weten. Want daar houden we veel voldoening uit. En dan gaan we gewoon lekker door. Volgende week dinsdag 3:30. Dinsdag videodag. Dus dan komt er weer een nieuwe. En dan zou ik zeggen, tot later.